Eindelijk. Kom mee. We hebben de Uber besteld. Daarmee gaan we naar de waterfront om naar Robben Island te gaan. En dat is hem. Dat is Patrick, onze 922133. Dat is onze Uber driver van vandaag. Hi. Hello. Good. How are you? You know where we're heading, right? Bezoek aan Robben Island is zo populair dat je ziet alle mensen in de rij staan. Maar als je vooraf kaartjes koopt, hoef je niet in de rij te staan. Voorbereiding is het halve werk. Is het halve wachten? Voorbereiding is het halve wachten. Voorbereiding is het halve wachten. Thank you. We zitten nu aan boord van de ferry naar Robben Island. En er werd net verteld dat het nogal rough seas zijn. Dus ik pak het kotzakje erbij. En die heeft heel handig. Zie je, dan kan je zien hoeveel je gekotst hebt. En het is ook heel handig. Er zit al een kotsvorm voor. Dus ik zal even demonstreren hoe dat gaat. En dan, weet je, dan gaat het ook echt het zakje in. Kan je ook afsluiten? Ja, er zit een klittenband erin. Dus als je dan uitgekotst bent. Moet even opletten. Ja, de safety drill wordt nu verteld. Maar goed, ik neem er eentje mee van deze boot. Wil jij zo'n echte Robben Island kotzak hebben? Schrijf dan even in de comments hieronder waarom. En dan, wie weet, kom ik er persoonlijk bij je afleveren. Moment. We zijn eigenlijk vertrokken. Ja, met inhoud, ja. Ja, deze is met inhoud, dus ik zal een nieuwe meenemen. Welcome to far end of the quay, where you'll be welcomed by your tour guides. Thank you. Nou, mijn eerste observatie eigenlijk is dat je de full Robben Island treatment krijgt. Geen idee waar je naartoe moet. Ja, je moet naar de buurt. Welcome to Robben Island Museum. My name is Savato, your host. I'm not alone. I'm with my colleague behind the wheel, Elroy. Vanaf Robben Island, daar helemaal in de verte in de wolken, Tafelberg en Lion's Head zien, oftewel Kaapstad. Ik weet niet of de gevangenen dat hier konden zien, dat lijkt er niet op. Het is niet zo erg dus als bij Alcatraz, waar je als gevangene uitzicht had op de stad waar het verkeer was in de film in de vrije mond. Dan nog, geen verkeerd idee, zo'n eiland als gevangenis. Dus, misschien dat we dat met Vlieland of Ameland ook hadden kunnen doen. Of Rottumeroog en Rottumerplaat. This is our guide on Robben Island. My name is Sobantu. He forgot my name, but it's okay. Yeah, and he forgot where we were from, but that's okay too. Alright. Well, yeah, thanks for joining us here. Are you enjoying the tour so far? So far, so good. Thank you.
You don't need to cough. Should you cough? C-section. That is punishment section. Yes, sir. One. Two. Thank you. Robben Island prison tour. Ja, als je een beetje een gevoel wil hebben hoe droevig het was, dan moet je hem zeker doen. Weet je, Kaapstad kan niet de Kaapstad zijn en niet naar Robben Island gaan. Dus wij gaan nu eten ergens om in stilte te herdenken van alle gevangenen. Nou, je moet het wel even laten landen inderdaad. Schema. Ja. Ja, mooi. Nieuwe Uber, zitten we op te wachten. Charmant! Charmant, ja. Israel. Yes, Kimo. Yes. Awesome. Have a good night, man. Thanks. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Poeh, nou, dat was me de dag wel, hoor. Hey, met Robben Island en met Israel, onze Uber-driver. Uber-vriend. Precies. Dus we sluiten de dag af. We zijn weer thuis. 5 sterren, Lin. Geef hem 5 sterren. Ja, nou, zeker. De vorige 4 en die daarvoor 3. Nou, de vorige heb ik al 5 gegeven. Vooruit.